Hallo kinderen. Vandaag ga ik jullie voorlezen uit een van mijn lievelingsboeken. En dat boek is Het Boek van Meester Jaap. En het boek van Meester Jaap is een van mijn lievelingsboeken, want de schrijver, Jacques Vriends, is niet alleen meester geweest. Nee, hij is ook directeur geweest. En heel knap dat hij verhaaltjes kan schrijven, want hij is dyslectisch. Nou, en dat hij hele leuke verhaaltjes kan schrijven, dat is waar. Moet je maar opletten. Meester Jaap heeft kuren. Morgen is het dierendag, zegt meester Jaap. Maar ik wil geen poezen, honden, marmotten en dat soort dieren in de klas. Boe, roept de hele klas. En ook geen koeien, zegt meester Jaap. Rolf steeds zijn vinger op. Wa wa waarom niet, meester? Vorig jaar mocht het wel bij juffrouw Franka. Ja, zegt Liekeboos, ik mocht zelfs mijn kip meenemen. Iedereen schreeuwt door elkaar. En ik mijn konijn, mijn tekkel, mijn muis, mijn parkiet... Meester Jaap kijkt even de kring rond. Luister, zegt hij. Ik vind het zielig voor al die beesten om de hele dag opgesloten te zitten in onze klas. Ja, maar dan zijn wij ook zielig, zegt Fatima. Meester Jaap knikt. Jullie zijn ook zielig. E en ik ook. Hé, meester, doe niet zo flauw, Lieke. Nee, ik wil het niet. Neem jullie maar je knuffels mee, dat is ook leuk. In de pauze staat de hele klas te mopperen op de speelplaats. Stomme vent, zegt Benjamin. Ouwe Zeurpiet, zegt Lieke. Nou, dat, dat valt nog best mee, zegt Daan. Hij is hartstikke aardig, maar nu even niet. De anderen knikken instemmend. Ze zitten pas een maand bij meester Jaap in de groep. De meeste kinderen vinden hem wel leuk. Af en toe heeft hij kuren, zegt Rolf. Daar is hij ook meester voor. Maar. Wat doen we nou? vraagt Fatima. Ineens beginnen de ogen van Rolf te twinkelen. Ik heb een plan, zegt hij. Dat soort dieren, zei hij. Als we nou eens. Uh... De volgende dag komt iedereen met een uitgestreken gezicht op school. Ze hebben allemaal hun knuffels meegenomen: oude beren, afgekloven apen, rafelige konijnen. Nou, zien jullie nou wel? Dit is ook leuk, zegt meester Jaap en hij laat zijn eigen beer zien. Dit is Kobus en hij zit als een hele leven boven op mijn bed. De meeste kinderen vertellen ook iets over hun knuffels. Als ze klaar zijn, zegt Rolf: Ik heb nog wat. Hij haalt een potje uit zijn rugzak met een dikke bromvlieger in. Dit is Fritsje, mijn vlieg. Die woont als een hele leven in mijn kamer. Dan draait hij het deksel van het potje en laat de vlieg vrij. Nou, mag hij los roept Rolf, want het is zo zielig om de hele dag opgesloten te zitten in een potje. Fritje draait een rondje om het hoofd van meester Jaap en verdwijnt door het raam naar buiten en de meester schiet in de lach. Dan gaan alle tassen en rugzakken open. Er komen potjes uit met wormen, spinnen, slakken, kevertjes en mieren. Eén voor één draaien de kinderen hun potjes open. Oh oh, roept meester Jaap. Niet in de klas. Dat is zielig. Naar buiten. Joelend rennen ze de klas uit. Naar het bos, commandeert Meester Jaap. Even later trekt er een optocht richting bos. Daar mogen alle beesten los. Zo, zegt Meester Jaap. En nu gaan we een verstoppertje doen. Ik ben hem. Verbaasd kijken de kinderen hem aan. Ik vond het zo zielig dat jullie vandaag opgesloten moesten zitten in de klas. Dat kan echt niet op dierendag. En blaffend, loeiend en brullend verdwijnen de kinderen in het bos.